Naco de Kwel in Kuik. Echt alles onder één dak. Dat is pas sportief genieten. Voor het bedrijf van deze week zijn we te gast bij LACO Sportcentrum De Kwel in Kuik. Peter van der Laarschot, LACO bestaat dit jaar 25 jaar. Hoe lang bestaat De Kwel al? De Kwel is gebouwd in 1974, althans de sporthal. Het huidige zwembad is in 1981 geopend en het oude overdekte zwembad hierachter in de tuin ligt. De resten daarvan die dateren 1968. Hoe lang zit u zelf hier al in? Ik ben hier werkzaam vanaf september 1974. Hoe bent u begonnen? Als zwemonderwijzer. En toen? En langzamerhand heel veel ervaring daarop gedaan. Wat dingen gaan regelen. Waargenomen als teamleider zwembad destijds. Vervolgens assistent bedrijfsleider geworden. En sinds de midden jaren 90 ben ik de manager hier. Hoe heeft u het bedrijf zien groeien? Zoals gezegd, van een heel klein overdekt zwembadje. Wat de afmeting had van 25 bij 10 meter. Dus dat is echt klein. Als je nu het zwembad ziet, is het van 25 bij 14 meter. De huidige oppervlakte van het zwemwater is 600 vierkante meter tegenover destijds een kleine 300. Dus meer dan een verdubbeling. Er zijn meerdere sportfaciliteiten hier in de Kwel. Wat kunnen mensen hier aan sport beoefenen? In principe kunnen alle binnensporten beoefend worden. Zoals voetballen, volleyballen, basketballen, badminton, tennissen. Alle gevechtsporten, karate, taekwondo, judo, jiu-jitsu. En verder natuurlijk alle takken van zwemsport, waterpolo, wedstrijdzwemmen, zwemlessen, wateractiviteiten voor jong en oud. Ziet u hier een tendens in dat er iets is veranderd in de loop der jaren? De oudere Kuikenaar en ook mensen uit de regio die komen steeds meer sporten. Omdat de categorie van 55 plus eigenlijk is opgegroeid met sporten in zijn pakket. De mensen van 65, 70 plus, die hadden natuurlijk vroeger veel minder faciliteiten om te gaan sporten. En ook veel minder mogelijkheden, want er moest gewoon keihard gewerkt worden. En je ziet een verschil in de jongere ouderen en de oudere ouderen met de sportbeleving. De jongere ouder is bekend met het fenomeen sportvereniging. En dat is bij de ouderen wat minder. Maar desalniettemin zien we toch heel veel ouderen, net als vandaag ook. Hier achter ons in het zwembad komen er iedere donderdag toch zo'n kleine 140, 55-plussers. Ook scholen maken veel gebruik van Sportcentrum De Kwel. Waar voornamelijk voor? Het schoolzwemmen in de gemeente Kuik staat hoog op het prioriteitenlijstje. En we hebben wekelijks zo'n 19 groepen schoolzwemmen. En elke klas die mag 3 kwartier komen zwemmen. Ja. 1 jaar lang. De sporthal die is gefaciliteerd voor het schoolgymnastiek. En daar hebben we een dag of 4 in de week zitten we daar vol mee. Maken alle scholen in Kuik hier gebruik van? Nee, er zijn scholen die hebben een eigen gymzaal. En hier zitten alleen de Nienekes en de Regenboog. Sinds wanneer is de fysiotherapie Kuik hier aan het gebouw toegevoegd? De fysio zit erin sinds begin 2000. En sinds een jaar of 2,5 terug is de fysio voor 100% hier in het gebouw gehuisvest. Omdat er een overname heeft plaatsgevonden van de fysiotherapiepraktijk. Kunt u iets vertellen of dit een toegevoegde waarde is? Dit is zeker een toegevoegde waarde, want we zien heel veel mensen die aan het revalideren zijn, fysiotherapiebehandelingen hebben. Die zeggen, nou, dit is eigenlijk wel heel goed voor mijn lijf en voor mijn leden. Ik blijf sporten en die kunnen tegen een gereduceerd tarief kunnen ze bij ons dan instappen. En het is voor onze sporters die zich geblesseerd hebben tijdens het sporten of iets anders hebben opgelopen. Die kunnen op maandagmorgen bijvoorbeeld gratis naar het inloopspreekuur toe. Ook heeft u een fitnessruimte. Kunt u hier iets over vertellen? Ja, de fitnessruimte die is sinds 1999 aan dit gebouw toegevoegd. Er was, in het verleden waren daar de kegelbanen en de horeca. En daar is nu ruim 400 vierkante meter fitness aan toegevoegd. Wordt de sporthal ook nog voor andere activiteiten gebruikt? De sporthal wordt ook gebruikt voor evenementen. We denken onder andere aan concerten. We hebben de Golden Earring hier gehad. De Dijk is hier op het podium geweest. Normaal is een aantal keren hier geweest en een aantal regionale bands. Bovendien zijn wij al meer dan 15 jaar ook het onderkomen tijdens Vierdaagse voor de Internationale Politiebond.
waarvan deelnemers hier slapen uit Noorwegen, Denemarken, Zweden, Engeland, Zwitserland, Oostenrijk, Duitsland en uiteraard Nederland. En bovendien hebben we hier, dat is het jubileum geweest afgelopen weekend, het Holland Dansspectakel met de Wereldbeker Rolstoeldansen, waaruit de hele wereld, in dit geval was dat uit 23 landen, de top van het rolstoeldansen aanwezig was. En het was een enorm grandioos spektakel. En vooral ook op de zaterdagavond met het house en het streetdance. En uiteraard hebben wij ook al een aantal jaren in oktober de Pasar Maluku, de Indische markt in Kuik, met optredens van Kuikse dansers, Kuikse muzikanten uit de Molukse gemeenschap. Ook altijd heel sfeervol. Heeft u nog toekomstplannen met de kwel? Onze toekomstplannen die behelzen het volgende. Wij willen het gebouw wat gaan updaten, want we zouden aanvankelijk mogelijk gaan verhuizen naar de Homburg Campus. Dat verhaal is niet doorgegaan afgelopen najaar. We hebben toen even pas op de plaats moeten maken, omdat we eigenlijk die investeringen naar voren wilden schuiven naar de nieuwbouw. Maar omdat dat niet doorgaat, gaan we weer intern kijken wat we gaan doen. En daar zit waarschijnlijk een verbouwing in van de fysiotherapie en waarschijnlijk zal daarin meegenomen worden de updaten van de fitness. In 1945 blies de terugtrekkende Duitse Weermacht de spoorbrug bij Wesel op. Daarmee kwam een eind aan het Duitse gedeelte van het Duits lijntje. Daarvoor was het gedeelte tussen Gorch en Uden in de Tweede Wereldoorlog al zo vaak door sabotage beschadigd dat dit niet meer werd hersteld. De geallieerden gebruiken het taluut van het Duits lijntje om Duitsland binnen te dringen. Op het tracé werd uiteindelijk in 1957 een verkeersweg aangelegd. Enkele kilometers verder, richting Gorch, ligt het voormalige station van Uden. Het station werd in 1980 verbouwd tot woonhuis. Aan de achterzijde van het gebouw heeft het daar gelegen gaststätte van de familie Letman veel mooie herinneringen aan de oude spoorlijn, getuigen de muurschilderingen die in 1981 werden aangebracht door de kunstschilder Hans Essers. Na de Tweede Wereldoorlog liggen de Duitse steden en de complete infrastructuur in puin. Daardoor valt het goederenverkeer met Duitsland weg. Tussen Bokstel en Gennep rijdt nog één diesellok die het goederenvervoer makkelijk aan kan. In 1966 rijdt er nog een Carnavals Leut-express. Deze trein kan nog tot Gennep komen. 6 jaar later, in 1972, mag deze carnavalstrein uit oogpunt van veiligheid al niet meer over de Maasbrug bij Gennep. Maar dit wordt op carnavaleske manier opgelost. Een miniatuurtrein brengt de hooggeplaatste gasten en hun hofhouding naar Gennep. Een tastbare herinnering vormen nog station Schijndel en station Liemde, gelegen aan de historische lijn.
Het is bijna niet voor te stellen dat hier dagelijks 10 grote internationale D-treinen voorbij de kleine stationnetjes raasden. Een vroege zomerzon licht het grauw-witte stationnetje aan de spoorlaan eventjes op als een ware grande dame en accentueert de eenzaamheid en verlatenheid als oud-schijndelaar Theo Jansen zijn vroeger drukke geboortegrond betreedt. Weemoedig kijkt Theo naar de grote dominerende wilgenboom, 75 jaar geleden nog door zijn moeder geplant. Ik sta hier met als achtergrond het station Schijndel en ik praat met Theo Jansen uit Schijndel die in dit station geboren is. Theo, je hebt wel een heel speciale binding met de NBDS, oftewel het Duits lijntje. Kan ik dat zo zeggen? Ja, inderdaad. Die binding vloeide eigenlijk voornamelijk voort vanwege onze spoorwegfamilie. Mm-hmm. Mijn grootvader was stationschef in Liemde, mijn vader in Kruispunt Beuge en in Schijndel. Want als ik hoor de namen Kruispunt Beuge vallen, Liemde vallen, Schijndel vallen, zijn allemaal stations aan dat Duitse lijntje. Aan het Duitse lijntje, ja. En hier in dit station heb je heel lang gewoond. Ja, dus vanaf mijn geboorte, ja. Dat is heel lang geleden natuurlijk. En tot 1937, toen is mijn vader officieel dus gepensioneerd als laatste stationschef van Schijndel. Theo, zoals we gezegd hebben, is jouw vader stationschef geweest op dit station Schijndel. Zou je iets kunnen vertellen over de carrière van jouw vader? Ja, met zijn 14 jaar werd mijn vader al aangenomen bij de NBDS. Hij werd loopjongen, verdiende 2 gulden per week. Toen is hij dus uiteindelijk tot stationschef benoemd in Kruispunt Beuge in 1910 en in 1912 in Schijndel. Jos, daar schieten me nog een paar incidenten te binnen. Als Theo eenmaal terug is op het magische stukje grond waarop het stationnetje staat, die hij vroeger de plak noemde, dan kan hij uren vertellen over zijn stationstijd. Een ander incident was van 1944. Toen heeft de ondergrondse wat gesleuteld aan de rails. De Duitsers actief, allicht. Burgemeester Wijs, ja, die kreeg opdracht om 's nachts mannen te dwingen om de spoorlijn tussen Boksel en Veghel te controleren. Hij heeft vrijwilligers gevraagd, een aantal ambtenaren, zoals Willy Dorenleijers en Mies Verbrugge en de jonge Frits Polsjes. Met 2 liepen ze dan wacht 's nachts richting Boksel, richting Veghel. Dat heeft gelukkig niet lang geduurd. Een week later hadden we de bevrijding en was het feest. Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog werd in het najaar van 1944 de Gennepse spoorbrug door de Duitsers opgeblazen om zo de oprukkende geallieerden tegen te houden. De bevrijders zijn daardoor genoodzaakt een Beliebrug ter vervanging aan te leggen. Station Gennep is het voormalig treinstation dat tussen 1873 en 1948 bij Gennep gelegen was aan het Duits lijntje van de NBDS. Toen het vanaf juli 1878 mogelijk werd om naar het Duitse Goch en Wesel te reizen, werd het station in Gennep een belangrijk internationaal treinstation. Jarenlang lag het station Gennep aan de kortste route Londen-Sint-Petersburg, waardoor hoogheden zoals de tsaar Peter en de Duitse keizer Willem II het station aandeden.
Hiervan getuigen het telegram dat keizer Wilhelm II op 9 november 1907 op station Gennep ontving dat zijn kleinzoon Louis Ferdinand geboren was. Wanneer de keizer een lange reis per trein maakte, moest er altijd een wagon met geiten meerijden. De keizerlijke hoogheid dronk alleen maar verse geitenmelk. In de nabijheid van het station waren diverse zijsporen. Enkele daarvan liepen naar de NWDS-werkplaatsen met een 27 meter draaischijf. Na het faillissement van de NWDS wordt het terrein met de loodsen in 1936 verkocht aan de papierfabriek Gennep, afgekort Page. Misschien beter bekend als... 1, 2, 3, 4, Poplavel, duizend... Vanaf 1919 was het station eigendom van de staatsspoorwegen, die in 1938 opgingen in de BV Nederlandse Spoorwegen. Daarmee kwam ook een einde voor het hoofdkantoor van de NBDS aan de Spoorstraat, later het gebouw van Paters Passionisten. Tot 7 september 1944 vond er nog personenvervoer plaats, waaronder ook de Joden van Gennep die vanaf het station werden gedeporteerd. Hierop brak de historische spoorwegstaking uit die door de Duitsers met groot militair vertoon werd gebroken. Na de oorlog kreeg het spoorwegpersoneel van de Nederlandse Spoorwegen deze medaille ter herinnering aan de eendrachtige opvolging van het stakingsbevel 17 september 1944. Tijdens de gevechtshandelingen in het najaar van 1944 en het voorjaar van 1945 werden de Maasbrug en het station danig verwoest. Op deze foto uit 1908 staat het in 1873 gebouwde station aan de Spoorstraat nog in volle glorie. Maar het door de Tweede Wereldoorlog zwaar gehavende station werd uiteindelijk in 1948 afgebroken. Tegenwoordig ligt er op deze plaats een klein parkeerterrein. Aan de andere zijde van het terrein bevindt zich een busstation met het uitzicht op het monument bestaande uit stoomlocomotief DB94-1640. Deze Pruisische stoomlok uit 1923 is in mei 1982 aan de Brabantweg geplaatst ter nagedachtenis aan het station Gennep en daarmee ook het Duits lijntje. Theo, we staan hier voor station Liemde. Ook station Liemde heeft een rol gespeeld in jullie familie. Ja. Want jouw grootvader heeft wat te maken met station Liemde. Zou je eens kunnen vertellen wat precies jouw grootvader hier gedaan heeft? Ja, mijn grootvader, Johannes Jansen, met dubbel S. Hij is dus in 1851 in Ottersum geboren. Hij is betrokken geweest, zoals de verhalen dan nog in onze familie gaan, bij de aanleg van de spoorlijn Duitsland, in ieder geval Gennep, Ottersum ligt vlakbij Gennep, naar Boxtel. En toen is hij in 1894 is hij benoemd tot stationschef, haltechef aanvankelijk. En mijn grootmoeder, Elisabeth Jansen Lamers,
die werd wachteres. Kwam ook in vaste dienst bij de MBDS. Ze zijn hier gewoond, dus met 4 zonen en 1 dochter. En ja, hij is in 1909, daar heb ik pas ook nog bij de kanselarij opgezocht, bij koninklijk besluit in 1909 benoemd met de eremedaille in de Orde van Oranje Nassau als stationschef van de Noord-Brabant-Duitse spoorwegmaatschappij te Liebenen.